Ja. Hallo, Marcel Bamberg, Koningsdienst van Waarde. Ik bel even over 4 pizza's die ik had besteld. Fantastisch. Niet zo heel fantastisch. Ik zit nog steeds te wachten. Ze hadden met Koningsdag moeten worden bezorgd. Dat moet toch geen probleem zijn? Ik heb ze dus nooit ontvangen. Maar weet je wat, ik bel over een uurtje terug. Nee. Ik wil dit nu geregeld hebben. Dat gaat dus niet gebeuren. Meneer, ik had ze maandag al moeten hebben. Het heeft niet zo mogen zijn. Oké, ik lees even voor uit jullie eigen app. Garantie binnen 40 minuten bezorgd. Het is vaak lastig, feiten en verzinsels. Ja, dat zal allemaal wel, maar het is jullie app. Ja. Daar bent u dan toch ook verantwoordelijk voor? Daar ben ik altijd mede verantwoordelijk voor. Volgens mij is het uw verantwoordelijkheid om deze zooi op te lossen. Het is ook een beetje mijn rol om dat te doen alsof het gewoon allemaal prima gaat. Ik was al teleurgesteld, maar nu ben ik echt teleurgesteld in jullie service. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar. Meneer, ik heb die hele avond zitten wachten met trek. Ik had alleen een glas water in huis. Zonder water kan je überhaupt niet leven. Hoe moeilijk is het nou om een pizza te bezorgen? Dat is best moeilijk. Ik moet die pizza nog steeds hebben. Wat is het eerstvolgende bezorgmoment? In maart. 11 maanden? Dat meen je toch niet? Ik begrijp uw verdriet. Ja, ik vind het echt belachelijk. Hou dus vol. Laat maar zitten, ik hou er wel eentje bij de Albert Heijn. Geniet ervan. Ja, dag.